Wil jij bij een betrouwbare website goedkoop aan je coins kunnen komen? Check dan www.futstore.nl en gebruik bij het uitchecken de code HARDDAY10 voor 10% korting op je coins. Hallo daar, dames en heren, ik ben Mark en ik heb weer een nieuwe Road to Manchester City video voor jullie. Het is een beetje lang sinds ik geüpload heb. Het heeft redenen, maar je kan het uiteindelijk ook gewoon luiheid noemen. En dat is denk ik misschien wel een combinatie van die twee. Maar ik heb dit opgenomen en ik heb naar jullie geluisterd. Ik heb Negredo nog niet in dit potje, geloof ik. Maar in de volgende heb ik hem in de spits staan. En echt, wauw, hij is zo belachelijk goed. Jullie hadden gelijk. Ik dacht, Zeko, weet je, die scoort wel doelpunt voor mij. Dus ik dacht, waarom niet Zeko? Maar echt, wat, je scoort hij bijvoorbeeld weer, weet je. Maar je zult zien in de volgende game Negredo echt, oh, wauw, zo goed. Ik ben zo blij dat ik hem gehaald heb. Maar goed, je ziet hier ook wel 1-1 op Zeko. En ik merk de laatste tijd dat ik iets meer lag heb. En ik geloof niet dat het aan mijn internet ligt, want ik heb nooit echt lag gehad. Dus ik weet niet, ik denk niet dat dat is, want hier bijvoorbeeld, het ging af en toe wel goed. Maar af en toe waren er ook echt van die momenten dat eerst mijn speler op de ene plek stond en daarna naar 10 meter verderop schokte. Hebben jullie dat ook wel eens of hebben jullie nooit echt last van lag? Laat me dat weten in de reacties eigenlijk, want ik ben wel benieuwd hoeveel mensen echt zo'n crappy internet hebben waarmee je niet online kan. En hoeveel mensen gewoon echt, weet je wel, goed of slechts decent internet hebben. En gewoon goede potjes online kunnen spelen. Maar goed, je ziet hier dat ik ook nog een derde doelpunt maak met, ik geloof met Yaya Touré. En ik wilde ook wat zeggen over wages, want ik heb gezegd dat ik het volledig in vorm City Team ga proberen te doen voor FIFA 15. Want ik zal dat tijd nodig hebben. Maar dit was trouwens, ik skip even door, want dat was echt een eetgegeven potje. Als ik ook alle goals die ik score in de aflevering zou doen, zou het te lang duren. Maar jullie vroegen een beetje om de aids en dit was het soort aids dat in de wedstrijd voorkomt. Een beetje random rebounds, Duits team, je weet hoe het eigenlijk werkt. Maar ik ga binnenkort, zodra ik 100 chemistry heb en ik heb geen idee wat ik hier deed, ga ik wagers doen. En ik ben dat van plan via Twitter aan te kondigen, omdat dat meestal succesvol werkt. Ik zie dat ook Robby doet op bijvoorbeeld, of Lucky Graaf NL. Dat lijkt mij de meest effectieve methode. Dus als je binnenkort mee wil doen met wagers, ik ga geen pink slips doen natuurlijk, dat lijkt me vrij logisch. Zijn wagers, want heel veel mensen begrijpen het ontzettend een beetje verkeerd. Pink slips is altijd, of dat dacht ik altijd, zo begon het. Dat jij zelf iets inzet en je tegenstander niks. Maar ik wil dan spelen voor de waarde van een bepaalde speler waar het dan voor gaat. Dus ik stel bijvoorbeeld, ik noem maar wat, inform hard, die is dan 100k. Dan geef ik je alvast 100k zeg maar, met zo'n trade-offer. En als ik dan toevallig win, dan... dan accepteer je mijn bot natuurlijk niet. En dan geef je mij bijvoorbeeld Informed Your Heart, zoals dat werkt. Maar goed, jullie zien hier, ik moet tegen een 4-5-1 BPL team. Met op zich een decent, maar het was Schürrle op linksmid. En dit was trouwens de 5-1. En dit is het potje met Negredo, zoals ik al zei. En het was echt wauw. Ik kan heel lang over Negredo gaan praten. Echt, het is bijna oneindig met hem, maar... om een lang verhaal kort te houden, hij is zo goed. Echt waar. Nee, maar Negredo echt, wauw, hij is zo goed. Hij scoorde 5 doelpunten in deze wedstrijd. 5! Kijk, het is ongelooflijk. En ook Cuenca, die 92 curve van hem, jongen, dat zorgt echt voor zulke goede voorzetten. Dat Negredo echt alles erin legt. Het is echt een beest, ik zeg het je. Ik hoef niet eens te zeggen, ik zou hem je aanraden, want ik weet dat iedereen hem waarschijnlijk al een keer heeft gebruikt. Of gebruikt hem nu. Dus laat mij vooral maar jouw ervaringen met Negredo weten. Goede of slechte, tegen je of voor je. Dan zie ik het wel in de reacties. Maar je ziet hier ook een beetje een best wel goed league aan team moet. Met Gregory van der Wiel, Lucas, Falcao, Lavezzi, Cavani. Allemaal super goede spelers natuurlijk. En hier met een beetje geluk uit de rebound. Wederom maakt hij, was 4-4 op dit moment. En het was echt, ja, fucking Maxwell, man. Het slaat nergens op. Maar het gebeurt me iets te vaak de afgelopen tijd. Dus ja, weet je, ik kan er weinig aan doen. Maar goed, ja, weet je. Ik sweat. Ik speel om te winnen op dit moment. Ik geef het toe. Wat ik wel zeg is, ik sweat nooit in een friendly. Ik doe de kick-off niet. En ik kijk bijna nooit mijn replays. Ik zeg bijna nooit. Ik kan niet garanderen dat ik het altijd zou doen. Maar goed, dit valt ongeveer de wedstrijd samen. Zijn linksback scoort. Ik score een sweaty goal. Het was zo'n combinatie van dingen. Het was gewoon fucking weird. Hier ook een random goal met Milner die ik scoorde. Dat was zo simpel. Maar goed, deze wedstrijd win ik met een 5-4. Een beetje geluk. Maar het gaat wel lekker. Ik blijf doorgaan. En ik blijf me promoveren. Wat ik ook wil weten is... hoe vaak willen jullie deze serie zien?
En hoe vaak zal ik hem uploaden? Want ik wil ook weer leads gaan uploaden, natuurlijk. Ik ben er niet meer gestopt of zo. Ik upload gewoon iets minder de afgelopen tijd. Maar in ieder geval, ik upload de afgelopen tijd weinig leads. En ik wil een beetje dit combineren, zodat ik deze afleveringen wel wat langer kan doen. En dat ik bijvoorbeeld gewoon 2 of 3 keer per week upload. Want dan kan ik de leads video's ook wat langer maken. En ik heb gemerkt dat in het begin vonden mensen langere leads video's vrij chill. En ik vind het natuurlijk fijn als jullie mijn video's fijn vinden. Dus ik zat eraan te denken. Of waarschijnlijk dan 3 keer per week te uploaden. Dat lijkt me redelijk te doen. Dan kan ik zelf bepalen welke dagen dat worden. En dat de video's dan gewoon allemaal 8 minuten of langer zullen zijn. Wat is jullie mening daarover? Laat me dat vooral weten in de reacties. Want ik heb altijd heel lang getwijfeld. Soms maken mijn video's 3 minuten of 4 minuten. Nu zijn ze 6 minuten, soms 7 minuten. En ik wil dus naar 3 uploads per week gaan. Als dat te doen is. 2 of 3. En dan van minimaal 8 minuten. Laat me weten wat jullie daarvan vinden in de reacties. En dan merken jullie het wel. Jullie zien trouwens hier dat ik een Nasi koop voor 6.2k. En dat ik nog heel veel geld over heb. Dat komt omdat ik in de aflevering had ik al geprobeerd een Nasi te kopen. En bot voor 6500. En hij had ook de Hunter geloof ik toen. Alleen toen glitchte die zeg maar van mijn transfer targets weg. En hij zat ook niet in mijn club of op mijn transferlist. Dus dat was een beetje lame, moet ik zeggen. Ik snapte ook niet echt wat daar aan de hand was. Maar je ziet hier wel dat ik Samir Nasri in het team zet. Ik heb het natuurlijk nog niet meer gespeeld. Ook haal ik hier Gali Clichy voor 1800 munten. Dat was 9 kilo, dat was ongeveer zo'n gemiddelde prijs. Dus dat was wel redelijk volgens mij. Maar daarmee sluit ik deze aflevering af. 2 nieuwe aankopen, een paar goede overwinningen. En de vraag 2 of 3 uploads per week van minimaal 8 minuten. Laat me weten wat jullie daarover denken in de reacties. En dan zie ik jullie allemaal binnenkort weer voor een nieuwe video. Bedankt voor het kijken, tot ziens.